ATB-vereniging Oldebroek. En wij staan met Arie ten Hove op een locatie, Arie, waar ooit de streetrace begonnen is, of niet? Ja, dat klopt helemaal, Dirk-Jan. De eerste streetrace is hier plaatsgevonden. Ja, de gemeente Oldebroek heeft diep in de buidel getast. Want nadat je door het gemeentehuis ook nog met een streetrace bent gereisd, met de burgemeester ook in de wedstrijd gelederen, ja, is alles hier behoorlijk aangepakt en mooi gemaakt. Ja, een prachtig decor voor een nieuwe streetrace. Ja, dat is wel de bedoeling dat we die 5 september gaan organiseren. En nog wel een Nederlands kampioenschap. Ja, dat is heel wat bijzonder. Alle categorieën komen voorbij. Kabouters, de jeugd, loopfietsers en ook de volwassenen gaan strijden om het Nederlands kampioenschap. Ja, bij dat Nederlands kampioenschap en natuurlijk bij de ATB-vereniging ook de speaker van de ATB-vereniging, oftewel Evert van IJssel. Ja, Evert, hier op deze locatie ben je ooit met de streetrace ook begonnen, of niet? Ja, klopt precies. We staan hier op de oude locatie weer. Dat was toen in de tijd samen de wielerronde van de IJsselstreek. En daarna is de draad weer opgepakt om te kunnen starten met het vervolg van de streetrace op andere locaties. Maar we zijn weer terug op de oude. Dat is fantastisch mooi. Dit is de mooiste locatie, hebben we altijd al gezegd, rondom het gemeentehuis. Nou, uitstraling van gemeentehuis is fantastisch. Wat wil je nog meer? Voorbereidingen, Arie. We leven natuurlijk in een tijd dat alles wel veranderd is. Voor de wedstrijddeelnemers, die mogen elkaar weer volop in de arena treffen. Gelukkig, dat zien we aan de jeugd. En ook aan de jeugd die daar achteraan komt, de wat volwassener jeugd. Goede berichten. Zijn er nog veel regels waar je rekening moet houden, of ben je dat allemaal nog met elkaar aan het bestuderen? Nou, we zijn nog met de gemeente in overleg. Maar ja, er komen natuurlijk nog wel iets meer regels bij als voorheen. Ja, maar jullie kennen het. Er zal ongetwijfeld een draaiboek komen. En de KWU heeft ook duidelijke voorschriften dat zowel de gemeente als natuurlijk de veiligheidsregio, als het sein op groen is, dat allemaal kan plaatsvinden. Ja, dat klopt helemaal, ja. Ja, op deze locatie dan. Dus wat ons betreft 5 september. Dan hopen we je hier weer te zien. Of moet je voor je tijd ook wel heel wat meters maken om alles hier uit te meten? Nou, dat is toch wel de bedoeling, ja. Dat we nog een paar rondjes gelopen was alles in elkaar steekt. Okay. Arie ten Hove namens de ATB-vereniging en Evert van IJssel. En wij blikten vast vooruit op 5 september, want dan gaat het hier in Oldebroek gebeuren. En kijkt u eens het Raadhuisplein, prachtige locatie in het hartje van de gemeente Oldebroek. En wij gaan u natuurlijk daar graag allemaal welkom heten. En met name ook alle wedstrijdrijders die richting onze gemeente gaan komen.